Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, nieuw bestuur voor OEM-CP, geen ouderbijdrage VIBO-scholen, Nieuw-Nikeri 450ste verjaardag, binnenkort Goodwill Swim Meet in Suriname en verspreide pornografische beelden strafbaar. Op basis van afspraken die in juli van dit jaar zijn gemaakt met de Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname, FIBOS, roept minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ouders en verzorgers van leerlingen die bij FIBOS-scholen zijn aangesloten op om geen ouderbijdrage te betalen. De onderwijsminister hierover. Ik wil me in de eerste plaats vooral richten tot de ouders. De ouders zijn door de verschillende brieven die via de kinderen mee zijn gegeven, heel erg in onzekerheid gebracht. En dat betreur ik heel erg. Omdat we sinds begin juni met FIBOS een dialoog zijn opgestart om in het kader van de Public-Private Partnership andere regelingen te treffen met betrekking tot wat we vroeger subsidie noemen. We willen de subsidie en het subsidiebesluit dateert van 1939 en het is dus heel erg noodzakelijk dat we anders met elkaar gaan werken. Het ministerie betaalt heel erg veel voor alle scholen. Afgelopen jaar hebben we 306 miljoen overgedragen aan FIBOS plus. En dit jaar moet het anders. In het kader van de wet op de jaarrekening, in het kader van de transparantie die nodig is en in het kader van de nieuwe samenwerking met de particuliere instelling hebben we dus met FIBOS afgesproken en die afspraak is gemaakt respectievelijk op 12 juli en op 25 juli dat de FIBOS instellingen geen ouderbijdrage vragen, maar dat wij in de plaats gaan kijken naar op welke wijze gaan we de verantwoordelijkheden van de FIBOS-instellingen financieren. Ik zal een voorbeeld daarvan geven. Als de school in Godolo, die gaat gebouwd worden door het ministerie in samenwerking met de plaatselijke bevolking, met ondersteuning van inbreng van twee andere collega-ministers, niet de EBG, dan vragen wij van de EBG, luister, de bouw van de school kost x miljoen of zoveel duizend. In plaats daarvan krijgen zoveel andere kinderen gratis onderwijs. Dat is de afspraak die we hebben gemaakt. We gaan op een andere manier met elkaar in discussie. En terwijl we bezig zijn in deze dialoog op 25 juli, geeft vervolgens FIBOS onze schrijven met een aantal voorwaarden waar we onmogelijk aan konden voldoen. Namelijk dat voor 1 augustus alle, zowel de achterstallige subsidie als de nieuwe subsidie voor het schooljaar 2019-2020 betaald zou moeten zijn. En ik heb toen ook duidelijk gemaakt, het werkt niet zo. Je kan niet vooruitlopend, als je geen inzage hebt, nog in de realisatiecijfers, nog in wat begroot is voor het komend jaar, als je niet weet hoeveel kinderen überhaupt worden ingeschreven, vooruitlopend geld beginnen te geven. Dat is contabel eigenlijk nergens haalbaar. Dus we hebben toen gezegd, we vragen een begroting. De mensen van FIBOS die krijgen ook, ze hebben dat allemaal schriftelijk. We vragen je begroting en we vragen de realisatie over het jaar dat je wel 250 SED per kind hebt gegeven. Maar wat we wel doen, en ik heb de bewijzen hier, is de achterstallige subsidie uit 4 miljoen zoveel storten voor je op je rekening. Het is 31 overgemaakt door de minister van Financiën en op 2 augustus was het op de rekening. He,
EBG heeft 1,4 miljoen gestort gehad op de rekening op 2 augustus. Dan doet het me heel erg pijn als ik op 6 augustus de brief van de leerlingen zie. Niet alleen de brief. Dat zij de ouders vragen en het ministerie beschuldigen omdat ze niet aan hun verantwoordelijkheden zijn tegemoet gekomen. En dat dus dat de ouders die 250 toch moeten betalen. Ik roep dus de ouders op, omdat er andere afspraken zijn gemaakt, om die ouderbijdrage niet te betalen. We zijn in dialoog hierover. We weten dat Fibos, nogmaals, ze vragen de ouders voor onderhoud van de scholen, voor leermiddelen, voor fotocopieerkosten. Laat maar alleen die kopieerkosten. Ze vragen aan de ouders die 250 voor de kopieerkosten onder andere. Dat is een heel lijstje. Maar wanneer de kinderen op school zijn, moeten ze ook nog betalen voor kopieën. Maar wij krijgen per kwartaal een heel overzicht van administratieve kosten. Van nietjes tot je administratief personeel. Wat we ook nog moeten betalen, waar ook weer kopieerkosten in zitten. Nogmaals, transparantie op deze manier is verzoek. En zo gaat het niet verder. De Fibos heeft van ons ook een schrijven ontvangen, zodat ze nogmaals weten wat wij van ze vragen, zodat we de dialoog kunnen continueren. Maar vooralsnog, nogmaals roep ik de ouders op om geen ouderbijdrage te storten, totdat deze zaak helemaal duidelijk is. En nu zijn de Fibos instellingen aan zet. Ze hebben hun achterstallige subsidie ontvangen. Laat ons zien wat je met de gelden hebt gedaan die je afgelopen jaar hebt opgehaald van de ouders. Laat ons zien wat je dit jaar denkt te gaan doen aan onderhoud en scholenbouw en lesmateriaal en allerlei trainingen en cursussen. Begroot dat en dan gaan we weer praten. Minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling heeft een nieuw bestuur geïnstalleerd voor het overliggend waterschap multipurpose quarantaine project, OEMCP. De hoofdtaak van het nieuw bestuur is om alles in orde te maken voor bestuursverkiezingen die binnenkort moeten plaatsvinden. De installatieceremonie vond plaats op dinsdag 13 augustus 2019 in de vergaderzaal van het ministerie. OEMCP staat voor overliggend waterschap. Daaraan gekoppeld heb je dan de inliggende waterschappen. Daarvan hebben we 12 dus. Dus alle waterschappen dat jullie altijd in de media volgen, waterschap bijvoorbeeld waterschap Sammelkreek, waterschap Hienaar, die worden dan gefuseerd door water van OEMCP. Dus OEMCP is dan een overkoepelende waterschap voor de inliggende waterschappen. Het is heel belangrijk dat we een nieuw bestuur moesten benoemen voor het OEMCP op de eerste plaats omdat het mandaat van het vorige bestuur was verstreken. Op de tweede plaats dat dit bestuur als hoofdtaak heeft om binnen 12 weken verkiezingen te organiseren. U zult zich afvragen hoe kan een bestuur binnen 12 weken verkiezingen organiseren. Simpel omdat er heel veel werk reeds was verzet op grond van het feit dat opgemerkt was geworden op het laatste moment dat er geen verkiezingsreglement dan wel huishoudelijksreglement aanwezig was, moest zijn de verkiezingen niets meer doorgegaan. Wij hebben dus als opdracht samen met het bestuur, de DC van Nikeri, om de zaak heel nauw te monitoren de komende 12 weken. De eerste 2 weken hebben we gevraagd dat we een concept huishoudelijksreglement en een concept verkiezingsreglement onder ogen krijgen, zodat wij ook ernaar kunnen kijken. De belanghebbenden moeten ook goedkeuring daaraan geven. In elk geval hebben we 8 weken voor dit voortraject, de voorbereidingen, dus getrokken. En dan moet binnen die 4 weken van aankondiging van de verkiezingsdatum
aanplakking, indiening van lijsten moet plaatsvinden. Goedkeuring, instellen van een verkiezingscommissie. Die zaken moeten binnen 4 weken plaatsvinden, waardoor je in je 12e week wel de verkiezingen kan houden. Waterschappen heeft te maken met decentralisatie. Het gaat om decentralisatie, het gaat om delegeren van bevoegdheden, waarbij nu de belanghebbende zelf, laat maar zeggen, de dienst zullen uitmaken. Zij kunnen zich kandidateren, zij zijn de stemgerechtigden, zij maken ook die wetten die we keuren noemen en die leggers waarbij de technische zaken in vervat zijn. In elk geval gaat het erom, vooral als we kijken naar landen als Nederland, gaat het om de beheersing van water. In dit geval gaat het om landbouw. En zoals u weet is het district Nikeri. Ons landbouwdistrict bij uitstek, rijstbouwdistrict bij uitstek. En water is van eminent belang voor natuurlijk de teelt daarvan. In de regentijd, wanneer er veel regen is, veel neerslag is, moet u dus zo zorgen dat het overtollig water gespild wordt, zoals ze het zeggen in Nikeri. En in de droge tijd, wanneer er weinig neerslag is, moet u dus zo zorgen dat er genoeg water is en dan komen de wakai-pompen die ook onder het beheer van OIMCV vallen in beeld om zoet water naar de rijstvelden over een kanaal van 66 kilometer te pompen. Dus dat alles moet goed georganiseerd zijn en wie kan het anders? De heer Tijna was een massa-sansap-peilikkie kan tegen. Maar ik Tijna was een massa-peilikkie. Dus het zijn de Nigerianen, de boeren zelf, de belanghebbenden zelf, die het beste daarmee kunnen omgaan. Vandaar dat we ons sterk maken om in het kader van decentralisatie, zoals eerder gezegd, de bevoegdheden te delegeren naar de mensen zelf. Het lijkt meer regel dan uitzondering de afgelopen periode. Steeds weer verschijnen en worden pornografische beelden verspreid via de diverse social media kanalen. Vaak genoeg gaat het om minderjarige meisjes die met één of meer heren in deze video's voorkomen. Dit alles druist in tegen de normen en waarden van ons als samenleving. Wij praten met hoofdinspecteur Naarden van het Korps Politie Suriname hierover. Wetgeving is duidelijk op het stuk van pornografie. En een van de zaken is dat je dus niet mag verspreiden. En zeker niet wanneer het gaat om kinderpornografie. Want ik denk dat we de afgelopen periode inderdaad een toename hebben gemerkt van pornografisch materiaal. Waarbij jongeren, dan wel kinderen, zeg maar, betrokken zijn. En dat is iets dat absoluut bij wet verboden is. Je mag het niet. Ze zullen het in bezit hebben. Je mag het niet verspreiden, je mag het niet invoeren, zeggen ze. In feite mag je het niet hebben, bij wijze van praten. Maar we merken dus dat het mensen zijn die, denk ik, ook films gaan halen van het net. Om het dan hier in Suriname dan te verspreiden. Wat natuurlijk niet mag, het is verboden. En daarop staan er behoorlijke gevangenisstraffen, hoor. Nou, wat wij proberen te doen, wij proberen te komen achter de bron. Met bron bedoel ik, we proberen de persoon zichtbaar te maken die zeg maar zo'n filmpje heeft gemaakt of geschoten heeft en het dan is gaan verspreiden. Toch? Maar daarnaast zijn de mensen, zoals ik reeds zei, die dat filmpje ontvangen hebben en die het dan gaan verder gaan verspreiden, die begeven zich ook op het strafbaar vlak. Omdat het niet mag, je mag hem niet verspreiden. Zeker niet als je dus ziet dat het gaat om handelingen gepleegd door of met een minderjarige. De wetgever zegt, als je zo'n filmpje wilt sturen naar een andere toe, een beetje een pornofilm zeg maar,
dien je de persoon naar wie je het wilt sturen te vragen als je het mag sturen naar hem of haar. De persoon moet je toestemming geven om het te sturen voor hem of voor haar. Maar dan praat ik over een volwassene. Hè? Als het gaat om een jeugdige, maakt het niet uit of die jeugdige je toestemming geeft of niet. Waarom? De wetgever zegt van, als je pornografisch materiaal stuurt voor een minderjarige en de ouder of verzorger komt daarachter, dan mag de ouder dan wel verzorger aangifte doen tegen de verzender. Ook al heeft de jeugdige toestemming gegeven om het te ontvangen. Dus wat dat betreft is de wet ook duidelijk. Aan jongeren wil ik zeggen, maak geen film. Het is nergens voor nodig. Denk aan jaren nadat je dat filmpje hebt gemaakt, nadat zo'n filmpje, als je niet oppast, je kan achtervolgen voor de rest van jouw leven. Toch? Dat je kan worden uitgesloten om bepaalde beroepen uit te gaan oefenen. Snap je? Dus dat zijn allemaal dingen waarmee we rekening moeten houden. En mocht je weten dat iemand anderen, zeg maar, zover kan krijgen om dat soort van filmpjes te maken, vragen we dus dat dat wordt doorgegeven aan de politie. We weten ook, we hebben een tijdje terug, kijk wanneer we bezig zijn met zaken over jeugdigen, dan zijn we een beetje voorzichtig, omdat een jeugdige, zeg maar, je gaat ervan uit van, dat kind is nog jeugdig, overziet bepaalde dingen nog niet. Maar we weten bijvoorbeeld dat er zogenaamde, noemen ze, dingengroepen zijn, close groups, waarbij ze heel wat dingen naar elkaar toe sturen, filmpjes maken en zo. Niet doen. Toch, want als iemand uit zo'n close group uit de school klapt, zo'n filmpje stuurt naar een andere, en laat me hiermee afsluiten. De jongeren van nu, en ik heb het ook gehad, dat is normaal, je hebt altijd een beste vriend of een beste vriendin. Nou, je hebt zo'n filmpje gemaakt en stuurt het voor je beste vriendin, toch? Of voor je beste vriend. Van, ik stuur iets voor je, maar we zijn een beste vrienden of vriendinnen. Dus jij alleen moet het een bekijken en stuur het niet door. Nou, jouw beste vriendin of vriend heeft ook een andere beste vriend of vriendin, toch? Dus zo gaat dat ding als een lopend vuurtje en uiteindelijk komt het gewoon op FB terecht. Snap je? Dus heel voorzichtig zijn daarmee. En weten met wie je dus vrienden maakt op, zeg maar op het net. Toch, als je de persoon niet kent, liever geen zaken sturen aan de persoon. Of foto's of filmpjes waarmee de persoon jou kan chanteren, zeg maar. Of je onder druk kan zetten om dingen te doen die je normaliter niet zou doen als de persoon bijvoorbeeld geen naakte foto's of zo van je had. Dat is wat ik ervan kan zeggen. Als politieambtenaar, maar ook als vader, als ouder. Ook wij van het Nationaal Informatie Instituut doen een beroep op burgers om zich niet schuldig te maken aan handelingen die indruisen tegen de normen en waarden van de samenleving. Het verspreiden van pornografie is niet bevorderlijk voor de ontwikkeling, is strafbaar en kan zorgen voor imagoschade van betrokkenen. Nieuw Nikeri is 140 jaar en in verband met de jaardag is door een speciale commissie een volledig feestprogramma in elkaar gezet, welke loopt van 2 tot en met 11 augustus. De activiteiten verschillen van de ondernemersbeurs tot verschillende sportactiviteiten. Wij zijn in Nikeri en brengen voor u een verslag van de festiviteiten. Eerlijk gezegd, de commissie is niet lang geleden bij elkaar gebracht. En binnen die korte tijd, in minder dan een maand tijd kan je zeggen, zijn dus de zaken georganiseerd. Weliswaar is het dus niet te groot geweest, maar ik vond persoonlijk, 140 jaar kan je niet zomaar voorbij laten gaan. Dus we zijn gestart met sportactiviteiten en dat was 2 augustus. En het loopt door dus tot 11 augustus. We hebben dus ook een ondernemersbeurs. Dus die is gestart op 5 augustus. En die gaat door tot
11 augustus. Dus in principe hebben we dus een platform gecreëerd voor de ondernemers in Nikeri om hun product te showen. En ook was het een uniek moment voor Rainbow Water. Zij hebben dus komende week gaan ze starten commercieel om water vanuit Nikeri te distribueren, dus gebotteld water. Met de weinige die we hebben, hebben we getracht het beste te geven. En in mijn opzet, voor mij heel belangrijk was, hoe of wat ik wil, dus die receptie in het commissariaatgebouw dat in aanbouw is, afgerond moet worden. Ik wilde het daar houden. Gisteren was dus 8 augustus. Hebben we dus 140 jaar hebben we een volksreceptie gehad, waarbij er 6 Nikerianen of mensen uit Nieuw-Nikeri zijn gedecoreerd. Ze hebben gehuldigd, kan je zeggen. We hebben voetbalwedstrijden. We hebben gehad volleybalwedstrijden en ook voetbalwedstrijden. En dus die worden vanaf 6 uur 's middags tot 10 uur 's avonds gehouden op beide dagen. Het is toch wel geslaagd. Ik ben positief natuurlijk. We zullen evalueren en kijken de plus en de minnetjes. Maar u begrijpt, u was ook in het district. Het was een drukte van je welste. En ik heb heel veel positieve geluiden gehoord ten aanzien van het gebouw. En ik moet ook de aannemer eigenlijk mijn dank zeggen. Dat hij heeft willen meewerken om alles op alles te doen. Om het gebouw representatief te maken waar we onze receptie konden houden. Het kon nog drukker, maar ik ben wel best tevreden. En ook met de overige activiteiten, ook de tweedaagse wandelloop, tekenwedstrijd hebt u net ook mogen meemaken. De cookout is daar nu op de achtergrond. En ja, we gaan richting afsluiten van de activiteiten later op de avond. Dit jaar is het de 25e keer dat de Goodwill Swim Meet wordt georganiseerd. Deze keer worden de wedstrijden van 16 tot en met 18 augustus gehouden in Suriname. De Goodwill Swim Meet wordt in het zwembad Parima gehouden. De Goodwill Swim Meet zijn wedstrijden die er met name op gericht zijn om zwemmers onder de 17 jaar te stimuleren om het zwemcarrière pad op te gaan. En tegelijkertijd betekent dat de sportrelaties tussen de landen versterkt en verbeterd worden. De wedstrijden beginnen op vrijdag 16 augustus en we vervolgen op zaterdag 17 en dan zondag 18 augustus. Elk land komt in principe met 40 deelnemers hier naartoe. Wij zitten erin, maar als je dat optelt, dan heb je 10 x 40 is 400 zwemmers. Elk land kan 8 coaches, begeleiders meenemen. Dan praat je over 48, kortom, we praten over veel meer dan 400 man. Niet alle landen komen met 40 hoor, sommige komen met iets minder. Aan de andere kant moet ik zeggen dat er landen zijn, bijvoorbeeld Jamaica. Jamaica is hier met 80 personen, dat wil zeggen 50 zwemmers zijn officials en de rest, de anderen zijn supporters. Dus in het kort, samengevat, gaat het erom dat we hier 10 landen uit het 9 landen uit het Caribisch gebied ontvangen. Kijken of ik ze uit het hoofd allemaal kan noemen. Het gaat om Trinidad en Tobago, Barbados, Jamaica, Sint Lucia. We hebben ook 3 gastlanden hoor. Curaçao is een gastland, onze buren, Frans-Guyana. Ik vertelde al eerder dat we zijn begonnen 25 jaar geleden met Trinidad en Guyana. En de Bahama's zijn er ook. Toch? Dus dat zijn de landen in het Caribisch gebied die komen deelnemen aan deze zwemwedstrijden. Ze komen met 400 man sterk. Ze worden door de Surinaamse Zwembond ontvangen en begeleid. Wij hebben de organisatie van de wedstrijd. We leveren ook officials. En om je een idee te geven, er zijn bij dit gebeuren meer dan 100 personen betrokken om dit te kunnen doen. We doen het graag om de jonge zwemmers, we doen het graag om de zwemsport. Maar we doen het ook omdat we hiermee Suriname in elk geval in het Caribisch gebied op de kaart, op de wereldkaart plaatsen. En zondag is er een closing ceremony op het universiteitscomplex, waarbij al de landen die hier zijn een cultureel optreden
zullen geven. En wij natuurlijk ook. De toetsresultaten van de verschillende geloofsscholen zijn bekend. Aan alle leerlingen die de zesde klas met succes hebben afgerond, zeggen wij van het Nationaal Informatie Instituut gefeliciteerd en ga zo door. Aan degenen die de zesde klas opnieuw moeten doen, zeggen wij geef niet op en leer uit de gemaakte fouten, zodat je het volgend jaar ook met succes kan afronden. En dit was het dan weer voor wat betreft Focus. Bedankt voor uw aandacht en tot dan.